Een goede dag, beste kijkers. U heeft weer afgestemd op een nieuwe uitzending van LOS, oftewel Lokale Omroep Stijn. Onder het motto Bomen maken onze buurt gingen woensdag 17 maart tientallen schoolkinderen op pad om op diverse locaties in onze gemeente bomen en struiken te planten. Onze cameramensen volgden de werkzaamheden in Nattenhoven en in het Molenpark in Urmond. Fixia hebben hier de stam hebben ze weggedaan en hebben ze de motten weer hier takken neergelegd. En dan kennen de dieren en vogel, die kunnen er allemaal in gaan zitten. Dit is een voorraadkamer. Dit is een voorraadkamer, maar hier zie ik nog iets.
Hoezo? Maantjes. Oh, dat is al wat je rijdt in de Nee, dat is geen maantak. Dat wordt een nieuw boompje. En dan noemen we het een zaailing. Een zaailing. Met een zaailing zou de hier kunnen opgroeien tot een gezonde boom. Wat ben je nu aan het doen? Boom aan het snoeien. Aan het snoeien? Met zo'n grote tang, hè. Dat zit wel goed, hè? Ja. Wat is dat gewoon? Nou, dat zit prima. En je jongens, wat zit je hier aan het doen? Nog aan het snoeien? Ja. Met je hier op zijn gezin, hè? Even kijken of die goede wortel heeft. Ja, mooi. Door schapen, door mensen, door het vee. Maar als je dan goed kijkt naar dit, dan kun je, naar de zaaddoos, dan kun je ook zien waarom dat klikt. Dat heeft namelijk een weerhaakje. Nou, laat ik jou eens kijken. Neem hem maar zelf in de hand. Ja, dat zie je ook zo een beetje. Dat het zo ja, maar ik heb minder goede ogen meer, dus ik zie dat niet meer zo goed. Maar als ik het dan... als ik dan kijk, dan zie ik daar een weerhaakje aan. En weet je wat ze vroeger deden? Dat vond ik helemaal niet leuk, want daar staan nou allemaal jongens. Er staan nou allemaal jongens. Die jongens die gooiden ons die klitten in de haar. Oh, dat is irritant. Oh, dat is zo irritant, hè? Dat krijg je niet meer. Gebeurt het nog? Ja.
En in het Maasland Centrum in Elslo werd onlangs het jaarlijkse Sport en Cultuurstein gehouden. Kijkt u mee naar een reportage van dit drukbezochte evenement. We gaan het hebben over het afgelopen jaar, het jaar 2009. En dan gaan we de beste sportmannen, cultuurindividuen en alles uitzoeken. Ik wens je alvast een hele fijne, gezellige avond. En dan geef ik heel graag het woord aan Huub Lemien. Dankjewel. Als medepresentator wordt dat Anita Kremers. En vier minuten weer, we gaan vanavond een sportgala voor u presenteren hier in het Maasland Centrum. Piet, welkom. Dat is natuurlijk met het moederste best gedaan om de juiste winnaars te vinden. Kan ze ons zelf vertellen hoeveel moeite dat er gekozen heeft? Ja, dat is per categorie verschillend natuurlijk. Er zijn een paar makkelijke bijmuiden. Over het algemeen moesten wat ik overigens veel zetten voor zeggen. Natuurlijk is het moeilijk, hè? Dat moet ik ook wel zeggen. Nee, maar het is ook gewoon het moment supreme dat ze zeggen van ja, is het nu Jantje of Pietje? Ja, dan is het toch wel even lastig. Dat is duidelijk. Piet, bedankt. En de jury steekt natuurlijk 100% achter datgene wat je vanavond laat presenteren. De aanmoediging prijs 2009. Als eerste heb ik op mijn papier gestaan Demi Drent. En Demi Drent is een turnster en ze is van Turning Point Sittard. Demi Drent. Daan Meels. Daan is van 6 jaar, is ook een turner en hij is lid van de turnvereniging Excelsior Schimmer. Nummer 3 op de lijstje is een oude bekende in de politieke zeggen. Het is de derde keer dat er gekandidateerd is. Het is een jong van Zefs, het is een zwemmer. En zijn naam is Lars van Didde. We kregen op deze manier natuurlijk een charmante groepje in. We gaan hier met nummer 4 is Joey Novak. Gino Trisse, dat is een judoka. En is van de Kenshiro Abe. En wordt eerste op het Wilpeters toernooi in Nuttigen. Weer in mijn liefje, Zoe Buk. Ik ben deur gekomen alsof het een jongen wordt, maar het is een meisje. Ik ben niet dol, ik kan ook niet alles weten. Maar we gaan met Jarno Deuring. Jarno Deuring is ook een judoka. En ook die honden in de eerste plaats op het Wilpeters toernooi in Nut. Dit is Jarno Deuring. Melissa Doppenberg. Luca Haring, OCI, Taekwondo. En ze is lid van Taekwondstein. En OCI holde een gouden medaille op een televisietoernooi of televisiecup. Een toernooi in Namen. Stan Aarts, ook afgemeld. Hij heeft ook Taekwondo beoefend. En hij is ook lid van Taekwondstein. En de laatste en de daartiende, om eerlijk te zijn, in deze categorie, die wordt voorgedragen zijn, is de C1 van de handbalvereniging ESC 90. En wel de jongensafdeling, de handbalvereniging van de ESC 90. En deze worden in het eerste jaar van hun bestaan handbalkampioen. Jongens van C1 van ESC 90. We komen met een zus naar boven. We kennen maar één oorkonde moeten delen, maar toch in elk geval mannen van harte gefeliciteerd. Dat waren de 13 voordrachten in de categorie aanmoedigingsprijs. En ik geef nu het woord aan Anita. Ja, en normaal dan zou ik nu de envelop mogen openen hoe het genomineerde zou komen, maar we hebben al gezegd, we hebben hier 13 kandidaten waarvan één kunt winnen. En ik vroeg aan mijn collega Henry Broens om naar boven te komen en de winnaar bekend te maken aan de envelop. Ik ga ze die opgeven, nu de gouden envelop, om die voor ons te openen en aan de Lu te vertellen wij hebben de aanmoedigingsprijs 2009 gewonnen heeft.
Nou, de winnaar van de aanmoedigingsprijs 2009 is gewonnen door de jongens C1-team van ESC 90. Hartelijk gefeliciteerd. Dan moet ik natuurlijk ook de juryrapport even voorlezen. 2009 was voor de handbalvereniging ESC 90 bij de heren in topjaar. De twee herenteams werden kampioen. De jongens van C1 konden dan ook niet achterblijven. Door de vele inspanningen van de andere leden is het aantal jeugdigen gegroeid. En als beloning moet deze prijs goed doen. Daar komt een brief op voor. De genomineerden, de mensen wat weer Gerry op de bühne zouden hebben, dat zijn in ieder geval de mensen van tafeltennisvereniging Elslo. Als de tweede handbalvereniging ESC 90. En als laatste vroeg ik naar boven het team van Zomeravond Jeu de Boer. Paul, dan zijn ze zoiets en staan ze even u. En dan wil ik u vragen om de winnaar bekend te maken en de gouden envelop te openen. De winnaar van de prijs van de sportploeg 2009 is TTV Elslo. Het juryrapport, dat zegt het volgende. De jury is van mening dat team 1 van TTV Elslo 72, sportploeg van het jaar 2009, moet weren, omdat dit team een voorbeeld is voor de sport in de gemeente Steen in het algemeen en in het bijzonder voor TTV Elslo 72 zelf. TTV Elslo 72 heeft door de prestaties van team 1 een enorme stap vooruit gezet over de ganse linie. Teamgeest, saamhorigheidsgevoel en een mix van jeugd en ervaring zijn de pijlers waar het team op steunt. Dit doorgetrokken door de jeugdige teams heeft ertoe bijgedragen dat de sportieve prestaties bij deze vereniging de laatste jaren enorm gegroeid zijn. TTV Elslo 72 en het terechte winnaar dus als winnaar van sportploeg van het jaar 2009. En de jury wenst deze ploeg dan ook veel succes voor de komende competitie in de hoofdklasse. Proficiat. Ik sta vast nog vast metpakken, alsjeblieft. En dit is, oh, het is echt voor. Alsjeblieft. Zo. Nou, ik zit hier met drie heren van de tafeltennisvereniging 72 in Elslo. Ik zeg het goed, hè? Aan de rechterkant van mij zit Ken van Gellekom. Links van mij zit Rob Hendricks en de voorzitter. Ik begin maar met Ken. Ken, ja, proficiat zou ik zeggen met de prijs. Wie vult het aan? Ja, dankjewel voor de felicitatie. Ja, het was een schone ervaring met het team kampioen te worden en de klasse hoger te gaan spelen. Het is de eerste keer voor Elslo dat we in deze klasse spelen. Dus het is gewoon al een mooi eikpunt eigenlijk voor Elslo. En hopelijk kunnen we doorstoten nog naar de volgende klasse en dan wordt het landelijk. Maar dat gaat voor de toekomst. We staan op zich nu redelijk goed in deze competitie. Dus de kans bestaat nu om door te stoten naar de landelijke divisie. Ik denk dat heel mooi zal zijn. Goed, dan ga ik even een teamgenoot Rob Hendricks. Rob, ja, voor dich ook proficiat. Dankjewel. Voor dich ook natuurlijk een verrassing. Ja, zeker een verrassing. Want lage klasse en speel pas toen in promotieklasse. En dan meteen kampioen weer, dat is hartstikke mooi. Ja, je hebt het net al op de bühne gezag. Je gaat door twee keer trainen per week. Ja, dat klopt. Ja.
Uit hoeveel personen besteedt dat team? Ons team besteedt... Hij doet 5 personen bestangen. Eerst zelf, die andere 3 zijn er helaas niet nu. Maar reken maar aan, je gaat wel met de 5 immer naar de wedstrijden. Ja, dat klopt. We gaan immer met het ganse team naar de wedstrijden. En wat speelt je daar? Ik neem aan 2 keer enkel, ook dubbel? Nou, de speels is een team, dat besteedt uit 3 man. De speels tegen een ander team besteedt ook uiteraard 3 man. 3 keer 3 is 9. En de speels een dubbel, en dat zijn dan in totaal 10 punten. Oké, okay. Dan ga ik heel even naar de voorzitter. Ja, voor u natuurlijk ook een verrassing. Ja, zeker. Ik had niet gedacht dat voor ons erin zat. Maar ja, we zijn de laatste jaren zijn we dus een verzoende opmars gemaakt. Op spelniveau dan. Hè. De laatste 4 jaar zijn we ieder jaar wel een keer met het eerste team kampioen geworden. Maar niet alleen het eerste team, ook de teams daaronder die zijn regelmatig een stapje hoger gegaan. Waardoor het GL gewoon op een fatsoenlijk niveau is gekomen. Om niet te zeggen een hoog niveau inmiddels, bij het eerste team. En dat is zeker voor de toekomst, ziet dat er goed doet. Dus als ik het zo beloester, dan bloeit het? Het bloeit enorm, ja. We zaten met een hele groep jongvolwassenen die van de jeugd naar de senioren zijn gekomen. En die, dat komt niet gans goed uit de verf in het begin. Dat hebben het niet nodig gehad, maar de laatste paar jaar is dat een flink berg op het gaan. En zo zien ze de resultaten. Ik ken de house net al erover gestoten hoe goed. Je hebt nog kans om... Nog eens door te stoten? Ja, die kans die is wel degelijk aanwezig. We staan nu 2 punten achter eigenlijk op de nummer 1. Maar de nummer 1 moet tegen de nummer 3 spelen. En dat, ik verwacht dat een 4-5 gaat worden. En veel moet morgen eigenlijk tegen de degradant kandidaat. En als we het gooien, als we een beetje geluk hebben, dan kunnen we er wel een 7-3 of 8-2 neerzetten. En dan steeds al een kop naar de eerste helft. Ja, maar ja, dan mogen ze nooit onderschatten, hè? Moet onderschatten, ja. Maar ik denk dat er wel een kans in zit. Goed, ik mag u bedanken, heren. En nogmaals, proficiat. Ik neem aan de prijs, ik krijg een heel mooie plaats. Hè? Dat is zeker. Daarvoor heb ik in een clubje boven mijn mond blijven. Goed zo. Nogmaals, heel veel succes en nogmaals proficiat. Dank je wel. Weer Bog en Eerlijke van de Boven, Roy Willems. Wie had de vrouwen weer naar boven? Tom van der Starren. En als laatste, als derde, vrouwen weer naar boven, Kevin van Gelder. Aan u de eer de gouden envelop om voor te lezen bij Sportman van het jaar 2009. Geet weer. Sportman van het jaar 2009, Kevin van Gelder. Yeah! Ik wil even horen dat het voorlezen van het juryrapport. Kevin is al jaren één met zijn motor. In Nederland is te weinig concurrentie, dus trekt hij in de weekends naar België. En daar weten ze dat hij eraan komt. Diverse overwinningen in 2009. Winnaar van het Team Cup Sint-Hubert-Ubrechts. En niet te vergeten, tweede in de divisiekampioenschappen. Ja, Kevin van Gelderop zit hier even met Kevin Proficiat met een prijs voor Sportman van het jaar 2009. Hoe is dat verwacht? Verwacht. Ik kan ze nooit zeggen van de wedstrijd van tevoren, maar ja, ik wou wel met de een van de meeste prestaties en ja, ik vond het toch wel ook wel chic dat het wel geworden. Ja, we hebben dich al dikker in de uitzending gehad. Ja, de Veurhausen de aanmoedigingsprijs nu best ook opgeklommen naar de senior. Hè. Toch is ze veel met in de motor naar België op, maar goed, dat is al gezag geworden omdat ze in Nederland weinig concurrentie hebben. Ja, dat klopt. Ja, België is ook korter bij eigenlijk, want in Nederland en Limburg zijn eigenlijk niet meer veel banen. Ja, juist dan in april 17 en 18 en één biedt Oud-Ver en Elsen. Voor de rest zijn eigenlijk de kans geen wedstrijden in Limburg en ook eigenlijk geen vaste banen in Limburg meer. En België is korter bij en de concurrentie is beter. En daar moest je het echt van hebben, hè? Ja, want ik wil eigenlijk elke keer op blijven groeien. Ja.
Zijn we dan toch nog een keer hier in die grote wedstrijd in Nederland? Ja, ik hoop het wel. Bij ONK's en KNV's wellicht toch ook wel bijkomen. Is het dan niet zo dat er een ganse ploeg achter moet staan? Wie bedoel je, een qua team of zo? Ja, qua team. Daar hebben ze natuurlijk nu ook een team om de geer. Maar als ze hier in Nederland zijn, dat zijn dan allemaal gesponsorde teams. Kijk, maar zo met het materiaal moest er nog een beetje komen. Nu deed papa dat maar betalen. Kijk, en ja, in de toekomst wil ik toch wel dat het een beetje een beter team gaat komen. Dat ik bijvoorbeeld in een motor kan krijgen. Want ja, kijk, als het zelf moest blijven betalen, dan is het materiaal al niet zo goed als wat ze kunnen krijgen. Ja. Nu hebben ze dus, zei ze zelf al, de pap. De betaalt eigenlijk veel. Wij deed ik de motor onderhouden en eventueel repareren. Iemand van het team halen, Bos en Pap, deed het eigenlijk. En ja, kijk, grote dingen dat brengen we eigenlijk weg. Dat ja, een veertuig is eigenlijk wel moeilijk sleutelen. Ja. Wat zijn die volgende doelen nu nog? Ik wil dit jaar gewoon nog BNB rijden. Dat is de grootste bunch van België. En daar wil ik eigenlijk ook kampioen. Zo eigenlijk zoveel mogelijk kunnen winnen. Vreugde net al op het podium. Uiteindelijke droom is om eens in Amerika te racen. Ja, ik hoop het dat je eens ooit in Amerika kunt komen. Ja, ik vind het gewoon zo chique met de Stadion Cross en zo. Ja. Goed, Kevin, bedankt dat ze wilt komen. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd met de fijne prijs en dat zal best een pleits gevingen. Dankjewel. En we hebben geluk. Degene die sportvrouw van het jaar geworden is, is eigenlijk wel hier. Chantal Zende. Het juryrapport. In 2004, 2005 en 2006 de aanmoedigingsprijs. In 2007 genomineerde sportvrouw. In 2008 sportvrouw. En 2009 weer sportvrouw. Ja, neven mij zit nu Chantal Zende, sportvrouw 2009. Chantal, van harte gefeliciteerd. Ja, de tweede keer, hè? Ja, dat vind ik wel erg leuk dat je toch 2 jaar achterin was. Dus ja, het is niet voor even zang is. Maar ja, vind ik het toch wel een eer dat je nu 2 jaar achterin bent geworden. Ja, we hebben ook heel veel van je gehoord. We hebben dich toch gevolgd. En dat best ook veel in het buitenland, hè? Ja, goed. Op een gegeven moment raakt het niveau in Nederland een beetje ontgroeid, als je het zo kunt zeggen. Ja, dan was het steeds een beetje, toch de concurrentie blijven opzoeken. Dus dan moesten we naar het buitenland, ja. Ja, want de best op een gegeven moment ook veranderd van zwemverenigingen. Ja, dat is al een hele tijd geleden, ja. En als ik me goed herinner, heb je ook al met wat Nederlandse coryfeeën in het water gelegen. Ja, goed. Ik ben nu ook dit jaar senior geworden. Dus moet ik vanzelf wat toppers wie Molenveld is en Inge Dekker en zo. Dus ja, dan ligt ze er wel eens neven, ja. En wie is dat zo? Heb ze dan zenuwen? Ja, zenuwen hebben ze altijd wel een beetje, bedoel. Hè? Zeker als ze even zo investeert zijn, hebben ze toch zo van, de wedstrijd, ze is Olympisch kampioen en zo. Maar ja, van de andere kant is het ook wel ziek, bedoel. Dat is toch die voorbeeld hoe ze later ook wil staan, dus. Dat is uiteindelijk toch die een droom, hè? Ja, zeker. En wat kunnen we komend jaar van dich verwachten? Over 2 weken hoop ik me te kunnen plaatsen voor de Jeugd Olympische Spelen. Dus dit jaar werd die voor de allereerste keer gehouden in Singapore. Van 14 augustus begint dat. En ja, dat zou toch wel heel erg mooi zijn als ik dat zou halen. Ja. En dat is denk ik voor dingen een opstapje naar die grote Olympische Spelen. Ja, een beetje een veurproef, ja. Dat droom ze echt van, hè? Dus ja. 2012 mogen we dich daarvoor wachten. Ja, 2012 zal misschien nog een beetje vroeg zijn. Maar dan 4 jaar dan nog. Ja, dat hou ik zeker. Goed, ik wil toch nog even terugkomen op het feit. Dus ik heb al gezwommen voor Marleen Veldhuis ook te bieden. Mensen nu zo voor de wedstrijd dicht moest omkleden en dergelijke. Wie vangen die meidjes tegen? Nou ja, op zich, ja, ik kom ze wel tegen, maar het is niet echt dat ik hele gesprekken altijd met ze voer. Dus wat dat betreft, die zitten meestal ook wel een beetje apart in het zwembad. Tja goed, voor hun is zo'n wedstrijd natuurlijk nog belangrijker, dus die moeten helemaal in concentratie zijn. Dus, ja, maar uiteindelijk zou ze ook zelf in zo'n Nederlands team terecht kunnen komen. Ja, ik ben nu dit jaar ben senior geworden, dus nu zit ik dan niet meer in de kernploeg, want tot over de jeugd heb ik de afgelopen jaren wel ingezet. Maar ja, nu is het dus nog even verder ontwikkelen en dan krijg je echt het Nederlands team. Ja.
Dan kennen ze eigenlijk niet meer om de Ger. Nee, dan kennen ze eigenlijk niet meer om de Ger. Goed, Chantal. Nou, nogmaals proficiat met de fijne prijs. Ja. Zet hem bij de angel, zou ik zeggen. Ja. En hopelijk er nog heel veel van. Ja. Oké, okay, bedankt. Waarover burgemeester Borske alsjeblieft naar boven wilt komen. Applaus alsjeblieft. Nou, wij gaan verder en wij halen naar boven op de eerste plaats de Dirgelander muzikanten. Als tweede vragen wij naar boven, ik heb haar net heel even in de zaal gezien, Roos Smeets. En als derde vragen wij naar boven de reddingsbrigade uit Elslo. De winnaar van de Stijn Promotieprijs 2009 is geworden Roos Smeets. Dames en heren, en ik lees u voor het juryrapport. Iemand die dit jaar zeker de promotieprijs van Stijn verdient, is een persoon die zich onder andere het lot van de winkeliers van het winkelcentrum aantrok en vervolgens een benefietavond organiseerde. Zij publiceerde in het verleden vele bundels in allerlei tijdschriften en kranten. Haar dialectwerk wordt door velen zeer gewaardeerd. Zelf zegt ze dat ze gewoon die dingen opschrijft die uit het dagelijks leven voortkomen. Het hoogtepunt was het uitbrengen van de bundel Gewoon Roos, waarin gedichten, maar ook korte verhalen staan. Werken met een lach en een traan. De totale opbrengst van de benefietavond ging naar het Toon Hermanshuis. Sorry, de totale opbrengst van de gedichtenbundel ging naar het Toon Hermanshuis. Het regelmatig verschijnen via publicaties in de diverse media heeft het gevolg een geweldige promotie van Stijn in het afgelopen jaar. Dus deze prijs kan volgens de jury bij niemand beter terechtkomen dan bij Roos Smeets. Dames en heren, uw applaus. Dankjewel. We gaan natuurlijk ook even aan Roos vragen hoe ze het vindt tot ze de prijs heeft gewonnen. Ja. Roos, is het een verrassing voor dich om deze prijs te ontvangen? Nou, het is wel een verrassing om de promotieprijs te ontvangen, joh. Gewoon jarige dag en de cultuurdingen, maar ik vind het hartstikke chique. Het is toch een waardering voor hetgeen wat ik eigenlijk al toch wel al een jaar of 4 jaar door. Goed, en wie gaan wij samen met ons naar boven halen? Dat is als eerste iemand van de culturele stoet Oostdamstoet in Berg aan de Maas. Als tweede vragen wij naar boven de heer Mart Pepels. En als derde vragen wij de heer Jean Groos naar boven. En ik maak de gouden envelop open. De Rabobank Ereprijs 2009 is gewonnen door Mart Pepels.
Blijft u nog even staan, dan kunt u de loftuitingen van de jury over zich heen laten komen. De judoka Mark Peeples. Het juryrapport luidt als volgt. Wie in de gemeente Stijn heeft er nog nooit van judoka Mart Peeples gehoord? Een begrip sinds vele jaren bij jong en oud. Het is dus ook niet vreemd dat deze judoka geëerd wordt voor de bewezen diensten voor de gemeente Stijn. Niet alleen sportief, maar ook sociaal-maatschappelijk wordt hoog gescoord. Zijn sportschool gaat al heel lang mee door sportieve prestaties en gezelligheid. Maar zeker ook door discipline. Ik voeg daaraan toe, ippon. Een stuk gezelligheid, maar ook discipline. Doe mee in het slagen van deze vereniging. Mark Peeples in het bijzonder heeft bereikt wat maar voor weinigen weggelegd is. Een grossier in prijzen, een icoon voor Stijn. Daarom hopen we dat men nog lang kan blijven voortborduren op de kennis en ervaring van deze geweldige judoka. Van harte gefeliciteerd. Voor ons geeft plaats nummer de heer Ad Jarabe. Ook op de bühne vragen weer Daphne Oudekareke. En als laatste vragen weer naar boven de heer Gus Peters. Winnaar van deze prijs, en ik heb de bril niet opgezet, maar Gus Peters. Het juryrapport, dat is ook nog voor u, zou ik gedaan, tenminste. Ja, de mondvolle. Peters, een stiefkuppige baaskijt, is hij gegooid? Oh, dat kan ze wel zeggen, ja. Ja, ja. Ja, dat hebben ze zelf geschreven. Hebben ze een prachtig boek geschreven voor de stiefkuppige baaskijnter. En ja, nu staat er hier. De prijs voor de cultuurprijs individueel. Een enorme erkenning vind ik dat. Ik vind me echt, ja, in Nederland zeggen ze wat popzak ben ik. Dus ik ben eigenlijk stom verbaasd. Ik ben wel die al gewaardig op, ja. Ja, dus speciaal naar Eeltse gekomen met de sport en cultuur Stijn om de prijs hier aan die goed te rekenen. Nou goed, maar zoals ik het is, de gemeente Stijn moet naar elkaar toe groeien zijn gejaal. En ze moesten dat veulen, ik veulen tenminste, althans wel. Dat is ook een heel groot gevoel en ik hoop dat Adelu dat veulen. En als ze het nog niet veulen, dan moet het zeker komen nadat ze dat boek van die gelezen hebben. Maar het is een probleem, want de boek is goed verkocht. Ja. Waar ik wil er nog even wat van zeggen, het is in brief natuurlijk ook Eeltsenaar, maar ze kent ze ook Feinstein erneer, Brieven, Warmendeneer, allemaal Bergeneer, Meisseneer, allemaal niks mis meer. Maar denk alsjeblieft eraan dat we zoveel meer kunnen bereiken als we samenwerkend, overkoepelend ook gaat kunnen van de groen krijgen. Ja, doe best wel een echte voorvechter voor eigenlijk. Hè? Gewoon, het moet allemaal samen voor een doel gewoon en dat bedoelt ze met de hele Maaskijn. Het zit eigenlijk, in het wezen zit het eigenlijk erin tot de jeugd dat ook moet aanspreken. En de jeugd, alle oude ongelingen gekibbel, dat zegt hun niks. Wil ze hun behouden voor de dorpen, zult ze hun houvast moeten geven in hun eigen identiteit. En die moet dan een gelijkmatig verdeeld zijn over de ganse gemeente met een gelijkmatig gevoel van een eenheid. En dat is het wezen waar ik voor sta. En dat moeten die oude stiefkuppige maaskinderen de jeugd met geven. Dat is waar, ja. Ja. Zeg maar nu de prijs, wat zet ik dat? Ja, wie al zag, een erkenning. Het is ook een motivatie om natuurlijk door te gaan. Niet dat van plan maar uit te zijn, maar dat ken ik ook niet. Dat ik heb het ook niet voorgesteld. Nee, dat zit gewoon in dich. Tijd al tien in mij gezet. Wie al jong was, hij, een broer van mijn opa woonde neven mij.
En hij is zelf geen kinger en hij had ook die interesse in historie enzovoort. En hij onderkende dat in mij. En over klein zijn af heeft hij mij altijd van alles verteld en metgenomen en gewezen. En ik ben er gewoon in wier gegaan. Hoe ging het met de prijsuitreiking voornamelijk omdat Boek de stiefkeppige Maas kreeg? Maar Guus Peters deed veel meer. Ja, ik ben ook van de buurtvereniging het dorp, heb ik veel met. Vanuit het museum probeer voor geen strikt museum te zijn, maar doen voor ook heel veel activiteiten die wat het museum een uitstraling naar boete geven en ook een weerslag naar boete hebben. Het nummer gaat Eelsen uit, je 25 heeft ook gespeeld, het Boek heeft gespeeld. Ze geven heel veel informatie op het ogenblik aan VVV, die wat bezig is met het opbouwen van het Maasdal. En zeg maar Maas kent en allebei de kanten van de Maas. Dus zowel aan de Belgische kant wordt het Kampen Maas heette die door. Die zijn er heel sterk mee bezig. Die hebben ook van informatie voorzien. Voorzien hier direct informatie. En zo zijn we toch bezig met het cultureel een soort opwaardering van de gemeente Stijn te breken. En dat bedoel ik echt met van Nattenhoven tot het laatste puntje van Kotsop. Nou, we hopen dat Steeghuis nog lang met dat werk door blijft gaan. Dat betekent heel veel voor Stijn, ook nog boete uit, Stijn op de kaart zetten. Wie zal zes ogen aan de buitje kijken. Heel belangrijk. En we wens je nog maar proficiat met de prijs. Ja, ook nog eens hartelijk bedankt. Goed, en wij gaan als allerlaatste bio's op de bühne staan. We gaan eens heel even kijken. We zien hier Rock and Roll W. We zien hier ook staan Fanfare Société Saint-Martin uit Stijn. Ook die vragen weer naar boven. En we vragen ook even naar boven van het Stijnder Mannenkoor. Ja, meneer Kremers, ik moet even lopen, want ik moet even de enveloppen halen. En u de eer de envelop en het juryrapport voor te lezen aan de winnaar van Cultuurprijs in de Groepen. De winnaar van de Cultuurprijs Groepen van het jaar 2009 van de gemeente Stijn is Stijn de Mannenkoor. Proficiat. Ik zal het gewoon in Limburgs voorlezen, het staat niet gewoon in Nederland. Limburgs is ons taal, dus die spreken we. Al 40 jaar heb je een bijdrage geleverd, een grote culturele bijdrage in het plaatselijke regionale en internationale cultuurleven. Het koor is niet meer weg te denken met een bijdrage aan de belangrijke Stijnder activiteiten, zesde oploestering van de bijeenkomsten van de gedecoreerden tijdens de jaarlijkse koninginnenafviering op het gemeentehuis van Stijn. Tijdens de diverse reizen naar het buitenland wordt ook bewezen dat ook internationaal grote waardering besteedt voor de kwaliteit van het koor. Het Stijnder Mannenkoor heeft bewezen onmisbaar te zijn in de muzikale samenleving binnen onze gemeenschap. De prijs is dan ook wel verdiend en we wensen de dirigent, het bestuur en de leden heel veel succes. Dat was het nu hoor. Ja, tussen drie rijpe heren, Chef Urlings, Jan Vleugels en Johannekes. En dan moet ik even gaan kijken, wie is wat, Chef Urlings? Ik ben de voorzitter van Stijnder Mannenkoor. Ja. En dan gaan we naar je buurman? Ik ben vicevoorzitter van het Stijnder Mannenkoor, sinds 2 jaar dus. En hier voor Jan Vleugels en dat is... Ja, ik ben ook voorzitter, maar dan voorzitter dus van het Stijnder Mannenkoor 40-comité. Die het feesten organiseren dus dit jaar in verband met het 40-jarig jubileum. Hebben ze bij Mannenkoor ook zangers of alleen maar voorzitters? We hebben heel veel zangers, maar alleen de zekerheid Gries. Dus ik hoop dat we daar nog eens een keer het aanwas krijgen.
zodat het koor echt langer kan blijven voortbestaan. En met aanwas bedoel je dan vooral het jongere mannen? Ja, het hoeven niet direct 20-jarigen te zijn, maar 40, 50-jarigen, dat is voor ons heel erg jong. Verheuren altijd dat zingen, dat is fantastisch, zegt iedereen. Dus waarom in godsnaam zouden die 40ers, 50ers nu eens niet komen? Ja, als die eenmaal van het sporten aan zijn, dan komt op een leeftijd dat het ergste sporten voorbij is. Dan zou het natuurlijk wel interessant zijn om die zangers te gaan krijgen. En de leers vanzelf zingen bij. Hoe is het? Hier heb ik nu de cultuurprijs van de gemeente Stijn 2009 gewonnen. Dat moet toch voor andere zangers een reden zijn om te zeggen, nou, bij zo'n groep die zo'n prijs krijgen, daar wil ik ook bij zijn. Nou, niet dat alleen, maar ook zal ik maar zeggen, dus als we de 40-jarige historie nagaan en verkieken ze, zal ik maar zeggen, op welke podiums en podia, dus zal ik maar zeggen, dus het Stijn Mannenkoor uitgestaan, dan is het dan sowieso dus een must om op een gegeven moment dus, ja, het schoonste instrument wat er is, de menselijke stem, om die dus te gebruiken en dit te verenigen dus in het Stijn Mannenkoor. En dan denk je bij wijze van spreken, ja, ik ben dan 39 jaar, dus lid van het Stijn Mannenkoor. Dan denk ik weer terug dus aan de begintijd, dus zal ik maar zeggen, dus met Peter Eikenboom, de eerste dirigent dus van de Stijner Mannenkoor. Ja, en dan vervolgens dus allemaal die dirigenten dus wat we nu hebben gehad. En waarvoor ons eigen op dit moment dus heel erg gelukkig met Veulen, dat is dus met Pierre Gerens, onze eigen dirigent die we dus nu hebben. En ook in verband dus met de festiviteiten die we dus op touw willen zetten, in verband dus met het 40-jarige bestaan, is dat wel heel erg belangrijk. En ook wat betreft dus zal ik maar zeggen, dus moet één ding niet vergeten, in oktober 22, 23 en 24 oktober, dan hebben we de festiviteiten. We beginnen dus met een galaconcert, waarbij we drie prachtige solisten dus hebben. Dat is Pascal Pitti, de tenor, dat is Daphne Raamakers, de sopraan. En dat is voor ons, en dat vinden we dus heel erg belangrijk, een echte Stijndeneer, dus François Sons, dus de tenor, die momenteel dus bezig is, of althans dus, zijn contract heeft dus bij de Nederlandse opera dus in Amsterdam. Daar ben je veel. Ik wil je even onderbreken, want anders staan wangen niet meer te vertellen. Maar het wordt in ieder geval een heel groot feest, dat begrijp ik al. Goed, voor we even naar de vicevoer zitten. Ik hoor dus onze eerste dirigent Peter Eikenboom. Wie is dat nu door de eerste dirigent nu gefilmd te werken? Want Peter is onze cameraman. Oh, dat is uiteraard geweldig. Hij kent ons allemaal. Hij weet wie ver... Verzin in principe zijn we eigenlijk gevormd door hem. Hij heeft dus het echte zingen bijgebracht. En de andere dirigenten die zijn naar hem dus, die gewoon daarop voortborduurd, ze hebben erop voortborduurd. Dus wat dat betreft, bijzonder groots op Peter Eikenboom dat er ons dat zingen heeft bijgebracht. Ik gewoon dadelijk naar de opname met een stiekem kalle van of je ook het bijgeleerd naar de tien. De prijs, de cultuurprijs. Wie is dat? Dat is geweldig. Het is een erkenning van het feit dat we in die 40 jaar ja, echt het betekend hebben in Stijn. En ja, dat is altijd prettig. Als je merkt dat dat gewaardeerd wordt. Ja, en dat gewaarderen, dat gewaardeerd weer, dat is duidelijk. Want dat wordt het mannenkoor in Stijn. Ja, dat dacht ik dat we ook kunnen zeggen in de loop van de jaren ook gemerkt hebben dat voor hier in Stijn echt binnen niet kapot kan. Ik wens u heel veel succes in oktober met uw festiviteiten. En Esther, mannen zien, 40, 50 jaar, die denken van, god, dat is nog het vanwege een heel leuke vrije tijd besteden. Stijder mannenkoor van Funger met Opper. Dankjewel. Ja, dat waren alweer de onderwerpen van deze week. Ik hoop dat u heeft genoten en graag tot de volgende keer. Dag!